Hallo beste kijkertjes, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag toon ik jullie geheime plekken en geheimen in Broekheven. Nou, het eerste geheim is al direct heel heftig. Vandaag ben ik baconheer. ik toon jullie even het eerste geheim al. Het heeft te maken met de bibliotheek. Kijk, daar zien jullie de bibliotheek. Kijk, als je hierop gaat staan, kun je naar een geheime kamer. En hier... Wacht, hé. Hier moet... Wacht. Eerst lag er hier een boekje. En nu niet meer. Hier ligt er ergens een boekje. Ik vind het niet. Ander geheim. Ik heb nog geheime plekjes, hoor. Kijk, je kunt dus een huis nemen in Broekheven. En als je bijvoorbeeld deze bunker neemt, wel, daar heb ik iets om te tonen. Kijk. Dan ga je namelijk naar binnen. En dan heb je daar de tv. Maar er is iets met de tv. Als je erachter kruipt, heb je een knopje. En als je op dat knopje tikt, gaat er de vloer open. En kijk. Allemaal geld en goud. En wapens en explosieven. Super raar. Oh, wacht. Hoezo? Help, ik kan niet meer naar boven. Oké. Ik dacht even dat ik niet meer naar boven kom. En dan, als je wil dat er niemand dat ziet, kun je het gewoon weer dicht doen. Kijk. En je kunt trouwens ook in de kerstboom. Kijk. Oké, maar dat heeft daar niks mee te maken. Ik heb nog veel geheime plaatsen. We nemen de fiets. En er zijn er nog heel veel. Want als je namelijk in het zwembad springt. Kijk, en je gaat helemaal naar de bodem. Zou je hier normaal... Ja. Kijk, dan kun je erdoor. En kom je in een soort van ondergrondse hang. En kijk. Kijk, je kan daar door de muur. En dan kun je hier door het gat. En naar boven. En niet schrikken. De bank. En terwijl ik hier ben... Ga ik even nog overvallen. Oeps. En zou je denken van, ja, maar nu zit je toch vast, want je hebt het pasje niet. Nee, kun je gewoon doen. Langs hier naar buiten. Kijk eens aan. Dit is niet de plaats waar ik eerst was. Dit is niet de plaats waar ik eerst was. Dat is raar. We zijn er dus. Hier. Kijk, hier gaat de muur naar boven. En dan kunnen we hier. Via de koffiezaak. Politie. Oepsie poepsie. Maar kijk. Over politie en gevangenis gesproken. Ik heb nog een verstopplek in de gevangenis. Wacht even. Oké. We zijn er. Oké. Als je bijvoorbeeld... Wacht. Dat ben ik. Dus als je bijvoorbeeld in de gevangenis zit. En je denkt van, ik kan hier nooit meer uit. Is er hier een ventilatie? Wel, en daar kun je ergens door. Maar het is wel erg moeilijk. Kijk. Hier kun je door. Kijk. Voilà. En nu kom je hier terecht. Dus zo kun je ontsnappen uit de Broekheven gevangenis. En ik heb ook nog iets. En dat heeft te maken met de metro. En de metro is daar. En hier kun je trouwens ook, als je geen huis hebt, hier kun je dan verblijven. Kijk, hier tafeltjes. Kun je eten. Hier zijn er bedden.
En hier is er een badkamer. Maar eigenlijk maakt dat niet uit. Het was iets anders dat ik ook toonde. Als je nu bijvoorbeeld naar het metrostation gaat. Dus ja, je gaat naar beneden in het metrostation. Hier zo. Dan zie je, als je in de trein stapt. Het wil niet zo. Oké. Kijk, dan zie je dat hij zo aan het... Zo, aan het rijden is. Maar als je dan een slaapzak neemt. Kijk eens aan. Je kunt hier gewoon zitten. Maar dat maakt niks uit. Kijk, kun je zo doen. Kun je de slaapzak leggen. Maar het moet wel echt goed liggen. Oké, kijk. En als je in de slaapzak kruipt. Kijk, dan zie je dus ook gewoon dat hij niet echt aan het rijden is. Kijk. Oh, toch wel. Wat? Je kunt hier gewoon... Kijk. De metro zelf blijft staan. Het zijn gewoon de muren. Kijk. Hoe cool. Check. Je kunt daar dus doorheen glitchen. En voor de terug in te raken, dat is een ander verhaal. Maar ho. Kijk. Oh. Kijk eens aan. Het blijft gewoon staan. Oh, daar rijdt. Oké, nu moet ik even respawnen om terug bij de startplek te geraken. Oh my god, ik val in stukjes. Loi, 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 loi. Normaal deed je in Broekhaven toch ook gewoon... Oeh! En viel je niet in stukjes? Oké, boeien. De politiehelikopter. Oh my god. Wat is die ring? Oh my god. Hoe creepy. Je kunt trouwens ook door de boom vallen. En je kunt je ook verstoppen in een cadeautje. En een Lamborghini. Mag ik instappen? Ik wil instappen. Mag ik instappen? Oh, zeg, ik mag niet instappen. Oké. Wat, ik ga nog eens proberen met dat boekje. Als het lukt. Typisch, hè? Siren hit! Ah! Oké, boeien. Maar hè? Normaal werkt het. Maar ja, boeien. Als je nu door het plafond probeert te glitchen. Oh, het lukt niet. Als je nu door het plafond probeert te glitchen. Wacht. Oké, ja, laat maar. Naar het brandweerstation, want daar heb ik het volgende geheim in petto. Even de fiets. Oh ja, ik ga gewoon paard. Paard gaat sneller. Oké, we zijn er bijna. In het brandweerstation hebben we nog dingen. En daarvoor hebben we een ladder nodig. We springen van het paard. En hier is er niet veel raar. Maar kijk. Als je hier dus een ladder neerzet. Oh, ik zat vast in de ladder. Oh nee. Ik heb hem een beetje te ver gezet. Hier zo. Een ladder neerzetten. Oh my god. Hier zo een ladder neerzetten dus. En dan. Hop. Allee. Normaal moet je daarop kunnen. Maar zeg. Ambetant spel? Huh? Oké, wacht. Huh? Ja, oké, kijk. En dan neem je hier je slaapzak om weer door de muur heen te glitchen. Kijk, hier zo. Kun je weer door de muur glitchen. En ben je hier. Super vreemd. Kijk, en dan val je er gewoon terug doorheen. Super raar. Cool toch? Kijk. Nou zit ik er weer in. Je kunt gewoon door de muur glitchen. Ben je alles bijna? Oké, het paard. En in het Broekhaven ziekenhuis heb ik ook nog een paar dingen. Oké. Nou, hier heb je natuurlijk al die dingen. En dan heb je de X-ray. En daar kun je door de muur heen. En dan kom je hier. Kijk, en als ik mezelf nu mega klein maak,
kijk. Dan kun je... Wacht, hè. Dan kun je hieronder... Oh, nee. Het gaat niet. Nee. Kun je hier normaal gezien onder... Oh, nee. Het werkt niet. Oké, nee. Het werkt niet. Maar dit is toch gaaf? Oké. En ik heb nog iets om te laten zien. Kijk. Daarvoor moet ik mezelf weer wat groter maken. Kijk, zo. Nou. En dan moet ik... Oh, nee. Oh, kijk. Kun je hier normaal ergens door het dak? Wacht. Kan ik hier niet ergens op gaan staan? Hier. Hierop. Kijk. Kijk. Leggen we hier de slaapzak? Slaapzak. Kijk. Probeer ik nu in de slaapzak? Nee. Go. Nee. Ik wil in de slaapzak. Of niet, hier zo. Hier zo. Ja, zo. Nu, nee. Kom aan, ik wil in de slaapzak. Ja, kijk. En dan ben je in een of andere soort van martelkamer. Kijk. En hier ligt er dan een zombie en een soort slime. Een ziekenhuisbed. En hier ook allemaal dingen. Check it. Wow. Ja. Het is creepy, toch? Kan ik op deze stoel? Nee. Het is allemaal heel erg creepy. Maar hoe raak ik hier nu weer weg? Ah, hier is er een gat. Kijk, daar is er dus een gat in de muur. En langs daar kun je ook gaan. Als je daar een ladder plaatst. No. En voor de mensen die het niet weten. Je kunt ook... Namelijk... Het gemeentehuis overvallen. Dat kun je ook doen. En dan gaan we nu... Oh, iemand wil naar binnen gaan in mijn huis. Dat zal niet gaan. Oh, meneer. Stop. Ik ga jou bannen. Ik ga jou bannen, meneer. Meneer, doei. Waar is dat meisje? Waar is dat meisje die hier nog is? Hier, in het cadeautje. Hier in het cadeautje zit ze ergens. Waar is ze? Ze is weg. Maar dat boeit niks. Ze kan me toch niet overvallen. Maar wij kunnen wel de persoon voor ons overvallen. Als die persoon niet thuis is. Even de ladder plaatsen. Zo kunnen we over het hekken. Hop. Oké, we kunnen naar binnen. Ik weet wel niet precies. En in de... Oh. Oké. Doei. Wat hè? Dat meisje heeft mij overvallen. Ah, ik ga geband worden. Wah, 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 wah. Snel. Ladder, 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 ladder. Oh my god, die guy is van de politie. Die guy is van de politie. Wow, wow. Snel weg, snel weg. Oh my god, oh my god, oh my god. Oké. Ander huis waar er niemand gelukkig thuis is. Oké. We zijn weg. Daar. Dat zijn vast rijke mensen. Dat is een huis die je moet kopen met Robux. Huh? Wielen? Oké. Oef, de deur is open. Ah, hier is er ook iemand thuis. Oké, sorry mevrouw. Sorry. Ah. Oh, hier. De bunker. Hier woont er iemand. De mevrouw is er nog. Oeps. Wacht, misschien moet ik mijn skin een beetje... vermommen, zo. Zo, kijk. Ik ga mezelf een beetje creepy maken. Oké. Ik ga mezelf misschien groen maken. Zo, van in het leger of zo. Nou, wij nemen zwart haar... Zo, zo. Een legergoed. Oké. Een militaire pak. Oké. En onze huidskleur, zo. En ons gezicht. Zo. En misschien, die mevrouw is aan het huilen. Waarom ben je aan het huilen, mevrouw? Waarom huil je? Wacht, hè. Ik ga even vragen waarom ze huilt.
Waarom zit zij nu te huilen? Why do you are crying? Ze vraagt me nu op haar schouders. Nee. Why do you are crying? Oh my god, my skin. Oké, doei mevrouw. Weet die mevrouw hoe ze moet bannen? Wacht. Ik ga een pistool nemen en dan ga ik haar overvallen. Mevrouw, handen omhoog. Ding, 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 ding. Ding, ding. Hopelijk gaat ze me niet bannen. Niet bannen, mevrouw. Hier is de kluis. Hier is de kluis. Oké, okay, go. Oh ja, ze is zo. Oké, okay, go. Oh, security has detected you. Ik ben zelf van de security. Oké. Vonden jullie deze video leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En abonneer sneller op mijn kanaal, omdat ik verander naar mijn Roblox skin. Voor een 10. Oké, okay, het is gedaan. No. Oké, adios amigos from my followers.